was een hele drukte zondag 9 september bij het sportveld van hockeyclub Hezen. Door het uitzonderlijk warme weer werd er met mate een balletje geslagen. Alle aandacht was voor Marcel Balkenstein, die met zijn hockeyploeg een zilveren medaille won tijdens de Olympische Spelen in Londen. Postuum werd het erelidmaatschap van Hockey Hezen aan zijn eerder dit jaar overleden broer Jean-Paul uitgereikt. Ja, ook voor jou. Ook zijn familie werd gefeliciteerd met het erelidmaatschap. Met het erelidmaatschap. De gemeente Hezen Leende heeft Marcel tot ereburger benoemd. Jouw betrokkenheid met Hezen is en blijft groot. En deze erepenning die mag naast het Olympisch zilver straks komen. Ja, zeker. En jij bent al zo. Zeker, dank zeker. Alsjeblieft. Een geëmotioneerde Marcel bedankte iedereen die hem op weg naar dit succes heeft geholpen. Dat ik zo emotioneel ben is denk ik ook omdat ik gewoon trots ben op het feit dat ik ereburger van Hezen ben geworden, ondanks dat ik niet meer in deze gemeente woon. Hezen zal altijd mijn dorp blijven. En zeker nu, nou alles wat er nu weer gebeurd is, geeft aan hoe belangrijk het is dat je goede vrienden hebt. Dat er mensen zijn die er voor je zijn op het moment dat je het nodig hebt. En dat heb ik nodig gehad de afgelopen jaren en heb ik nog steeds nodig. En het is nog steeds mooi om hier dezelfde mensen te zien terugkomen. En ik denk dat dat wel een applaus waard is dat Hezen altijd de club is gebleven zoals hij ook 12 jaar geleden was toen ik wegging. En nog steeds altijd met open armen worden ontvangen. En ik spreek ook nog altijd met vol trots over de mooie momenten die we met elkaar beleefd hebben. Dus dankjewel daarvoor.